Mario Town. Hallo mensen van Mario Town. Ik ben Rick van Serpent Gameplay en ik ga jullie alles leren over seks en andere coole mensen dingen. Want vandaag spelen wij Beat the Macho. Welkom bij Rick's Internet Avonturen. Rick's Avonturen. Vandaag spelen wij dus Beat the Macho. Dit is kort samengevat de beste game ooit. Een soort Real Life Simulator 2015. Nog eventjes een heel klein dingetje voor de mensen die geen herseninhoud hebben. Ik, Rick, ben geen sekspert. Als je zo'n beetje alle dingen die ik zeg in deze video omdraait, dan is dat een hele goede manier om je leven te leiden. Gewoon die def bait. Dit is voor de grap. Je snapt zo meteen wat ik bedoel. Je bent met je vrienden in de supermarkt. Een van je vrienden ziet dat de bewakingscamera niet op jullie gericht is en zegt: kom, we gaan deo kieren? Ik heb nog nooit gehoord van het woord kieren. Motherfucking Google, motherfucking kieren. Eten, jatten, neuken. Deo neuken! Oké, we gaan deo kieren. Je vrienden lopen naar het schap en kijken om zich heen. Wat een mijn vrienden grote handen! Waarom, vrienden? Als er niemand kijkt, slaan ze toe en stoppen de deo in hun jas. Oh my god, je vindt dit echt niet kunnen. Wat zeg je tegen je vrienden? Oké, dit is dus het moment waar ik een slecht advies ga geven. Je zegt: hey, ik wil ook deo kieren. Dude, je moet wel het woord kieren gebruiken, dat is blijkbaar straattaal. Moet je hier je naam invullen? Ik ben Bardo Ellens. Verstuur. En dit is dus wat andere mensen allemaal zouden zeggen. Gasten, fuck jullie. Die popo's zien ons straks. Je moeder zegt: gast, neem maar mee. Kerry zegt dat ze het niet moeten doen. Het is dus het idee dat je vrienden moet zeggen van: oh nee, dat moeten jullie niet doen. Maar wat ik dan ga doen is een kut antwoord invullen. En alle andere mensen op deze site vullen ook alleen maar kut antwoorden in. Kijk dan. Als jullie genapt worden, niet mijn probleem, door Kato. Yara zegt: ga weg. Jongens, doe normaal. Als jullie besnapt worden, hoor ik er niet bij. Doe het waar ik niet bij ben. Oké, volgende vraag. Je hangt met je vrienden in het park. Een van je vrienden schrikt van een hond. Die komt aan rennen en springt op een bankje. En een andere vriend zegt: haha, scheiterd. Gewoon de situatie schets. Er komt een hond, vriend schrikt, springt op een bankje. Andere vrienden lachen hem uit. Je vriend op een bankje legt uit dat hij vroeger is gebeten door een hond. En dat hij ze nu niet meer vertrouwt. Ondanks dat blijven de jongens hem uitlachen. Jij neemt het voor hem op. Wat zeg je? Oh god, hier komt het moment om te shinen. Ik neem het voor hem op. En wat zeg ik? Ja, hij is misschien bang voor honden. Maar hij fixt alle poesjes. Bam. Dit is oprecht een leuke manier om deze situatie op te lossen. Stel dit gebeurt in het echte leven. En je maakt zo'n grap. Dan is alles weer goed. Gaan we allemaal seks hebben. Ik ben dan ook sekshebber. 69. Oké dan, helemaal mooi. Waarom is dit antwoord niet goed? Mag ik het woord poesjes niet gebruiken? Wat is er mis mee? Een punt? Leestekens, hoofdletters, ik heb alles. Woef. Je oma, gij bent ook vast wel ergens bang voor, domme hoer. Seksliefhebber 69 zegt woef. Laten we hopen dat die hond zin heeft in een lachend jochie. Trek het je niet aan. Ze weten waarschijnlijk niet hoe het voelt gebeten te worden. Ze hebben vast ook schrik van iets. Dit is zo'n emotioneel bericht, Kedjo. Yeah, Kedjo. Dana zegt: een veel te lang verhaal. Drum zegt gewoon: hi back! Drum, wij begrijpen elkaar. Volgende probleem. Stelling. Je loopt met twee vrienden over straat. Eén van je vrienden zegt: mijn salaris is al op, man. Shit, ik heb snel geld nodig. Kunnen we niks regelen? Goeie vraag. Een van de jongens wijst naar een snackbar verder op de straat en zegt: makkelijk man, ik heb wel een optie. Is het gewoon een man? Lekker op zijn iPad bij de snackbar. Moet kunnen toch? Maar dan hebben we wel nog een derde man nodig. Voor op de uitkijk. Opeens is je vriend een of andere rasta stoner dude met dreadlocks die ruiken naar kak. Oh, leuk man. De twee stellen voor dat je op de uitkijk gaat staan. Wat zeg je? Kijk dan. Dit hele plaatje is gewoon één grote LSD party. Ten eerste is het racistisch dat je ene vriend een junkie is en de ander getint. Deze situatie is racistisch. Punt. Vul hier je naam in. Racist man. Zo, dat ben ik. Verstuur! Wat hebben andere mensen hierop geantwoord? Barend zei: YOLO! Racist man zei: deze situatie is racistisch. De man: Ewaak wordt fucking stoned. Smoke weed every day. Hey pauperboy, zoek gewoon een baan. Zijn jullie gek of zo? Nee, ik doe hier niet aan. Not even considering that, dude. Je weet dat je antwoord cool is als je opeens in het Engels gaat antwoorden. Ik heb moeten antwoorden: this situation is very racist.
Nee man, doe normaal. Voila, ga maar werk zoeken. Ik kom in de shit door jullie, man. Alleen als je regelt dat ik daarna seks heb. Comment van de dag. Oké, nieuwe probleemstelling. Bam! Je bent samen met wat vrienden op een feestje. Op de dansvloer staan een paar leuke dames te jansen. Een van je vrienden daagt je uit. Wedden voor een tientje dat je haar een tieten niet durft vast te pakken. Je vindt het dit maar niks. Wat zeg je? Vul hierin wat jij zou zeggen. Kijk, de situatie schets. De dames. Deze jongen die echt zo met een tientje staat. En deze Aziatische gast die erbij staat van... wat doe ik hier in de club? Wat zou jij zeggen? Ik zou zeggen, ben je hoer niet? Fijk het, vul je naam in. Niet je hoer. 69. Hotse vlotse. Waarom mag dit niet? Mag het woord faggot er niet in? Ik ben je hoer niet. Mag het woord hoer er niet in? Misschien is dat logischer. Oh, dat mag wel. Oh, ik krijg gewoon geen uitslag. Je hebt een meisje een leuk avondje beloofd. Jullie hangen samen op de bank en het wordt steeds gezelliger. Dan krijg je een app van vrienden. Ze gaan hangen en vragen of je meegaat. Ik heb gewoon nog nooit met Michiel gepraat. Dat is toch gewoon het eerste berichtje van het gesprek ooit? Voor de rest heet het groepsgesprek homies. Dat is sowieso al een signaal dat alles misgaat. En het was 1 uur 's middags. Fuck, dan hoor je nog in bed te liggen. Je andere vrienden haken al snel in. Het ene na het andere berichtje komt binnen in de groepsapp. Ben erbij. Waar dan? Echt 1 vriend. Al je vrienden zijn er ook bij. Wat spannend. Wauw. Jullie hebben afgesproken dat vrienden altijd voor het meisje gaan. Maar je nieuwe meisje is echt speciaal. Wat app je naar je vrienden? Je kan ook gewoon niet reageren. Dat doe ik altijd bij mijn vrienden. En ik stuur een smiley face. Voer je naam in. Smiley face. Manhoer. Verstuur. Mag ik niet smiley face manhoer heten? What? Jongens, deze chick is echt. Met de letter G. Speciaal. Ik ga deze bangen vanavond. Oké, ja. Smiley face man. Griekse ei. Reageer smiley face. Ik heb Nookie. Later roze. Kan je echt niet komen? Ga er keihard neuken. Goeie. Sorry gasten. Ik kan vandaag niet. Damn Alex, wat ben jij een nette gozer. Sorry, andere keer. Ik kom wat later, ga maar. Eerst gewoon de chick batsen, dan gaan we naar je vrienden toe. Ja. Ik kom niet, ik moet huiswerk maken. Lekker bezig, Peter Pan. Komt samen met een paar vrienden in een nieuwe klas. De leraar vraagt of iedereen zich even kort kan voorstellen. Dam, dam, dam. Eén van je klasgenoten stelt zich voor. Hij zegt dat hij drumt en van voetballen houdt. Oh my god. Dan ben jij aan de beurt. Je vertelt dat je op ballet zit. Bijna de hele klas begint te lachen. Wat zeg je? Wat doe je? Het is oké. Want ik heb pret bij ballet. Ja, ik heb pret bij ballet. Ballet chickie aan mijn pikkie. Je weet zelf. Ballet boy. Batsen 69, 420, 1337. Yes! Wat is er nou weer verkeerd? Is het woord picky? Je opa, hou je bek dicht met je homokop. Ook in principe een goede reactie. Hoe zou jij het vinden als ik jou uitlach om de dingen waarvan je houdt? Echt, je spot die meisje er zo uit. Hou je bek dicht of moet je een ramp verkopen dat je in een graf ligt? Inderdaad, Tim. Moest gezegd worden. Dankjewel. Mandarijnen zijn ook levende wezens. Ik denk dat dit het hoogtepunt is van de video. Hey mensen van Biotown. Dankjewel voor het kijken van deze video. Ik zal het linkje even in de beschrijving zetten. Stel je vindt deze game zo fantastisch. En je wil meediscussiëren met geniale mensen zoals Peter. Die vindt dat mandarijnen ook levende wezens zijn. Zie ik jullie volgende week bij nieuwe Rick's avonturen. Ik heb genoten van deze site. Jij misschien niet. Maar ik wel. Soort van. Huh, waar gaat het over? Maakt niet uit. Tot volgende week. Doe even een duimpje omhoog. En mandarijnen zijn ook levende wezens. Doei!